Bij Bijbelstart. Ik lees met jullie uit de basisbijbel 1 Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 3 tot het einde. Hoe weet je zeker dat je echt bij Hem hoort? Als je Hem gehoorzaamt. Als je zegt: Ik ken Hem, maar Hem niet gehoorzaamt, dan ben je een leugenaar. Je leeft niet vanuit Gods waarheid. Maar als je Hem gehoorzaamt, houd je werkelijk van Hem. Zo kun je weten dat je bij Hem hoort. Als je zegt dat je bij Hem hoort, moet je ook net zo leven zoals Hij heeft geleefd. Lieve broeders en zusters, wat ik jullie schrijf is niet nieuw. Het is een oud bevel dat jullie al vanaf het begin hebben gekregen. Het is het woord dat jullie vanaf het begin hebben gehoord. Toch is het ook een nieuw bevel. Want het is nu in Hem en in jullie werkelijkheid geworden. Want het licht van God schijnt nu in jullie hart. Daardoor zal elke duisternis verdwijnen. Als je zegt dat je in het licht leeft, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan leef je nog steeds in het donker. Maar als je van je broeders en zusters houdt, leef je in het licht. Dan zul je nergens overstruikelen en niet vallen. Maar als je een hekel hebt aan een broeder of zuster, Leef je in het donker, dan weet je niet waar je heen gaat, want in het donker kun je niet zien. Daardoor zul je struikelen en vallen. Kinderen in het Geloof, jullie ongehoorzaamheid aan God is vergeven door wat Jezus heeft gedaan. Vaders in het Geloof, jullie kennen Hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het Geloof, jullie hebben de duivel overwonnen. Kinderen in het Geloof. Jullie kennen de Vader. Vaders in het Geloof, ik zeg het nog een keer. Jullie kennen Hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het Geloof, ik zeg het nog een keer. Jullie zijn sterk van geest en het Woord van God is in jullie en jullie hebben de duivel overwonnen. Houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader, maar van de wereld. En de wereld, met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. Kinderen, het is het eind van de tijd. Jullie hebben gehoord dat er een vijand van Christus zal komen. Ook nu zijn er al veel vijanden van Christus. Daaraan kunnen we zien dat het inderdaad het eind van de tijd is. Die mensen hoorden vroeger bij ons, maar niet echt, want als ze echt bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar doordat ze niet bij ons bleven, werd duidelijk dat zij niet allemaal werkelijk bij ons horen. Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid. Ik heb jullie niet geschreven omdat ik dacht dat jullie de waarheid niet kennen. Maar ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wel kennen. Daardoor kunnen jullie ook zien wat leugen is. Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, omdat hij niet gelooft in de Vader en in de Zoon. Mensen die niet in de Zoon geloven, kennen ook de Vader niet. Wat jullie betreft, wat jullie vanaf het begin hebben gehoord. Moeten jullie goed in je hart bewaren. Als jullie dat doen, zullen jullie één zijn met de Zoon en met de Vader. En dit is wat hij ons zelf beloofd heeft: het eeuwige leven. Ik schrijf jullie dit om jullie te waarschuwen voor bedriegers. Zij proberen jullie verkeerde dingen te leren. Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest en hij woont in jullie. Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil. De Heilige Geest leert jullie alles. Wat Hij zegt is de waarheid. Hij liegt niet, daarom moeten jullie één met Hem blijven zoals Hij jullie heeft geleerd. Kinderen, blijf dus één met Hem, want dan kunnen we Hem, als Hij komt, vol vertrouwen ontmoeten en hoeven we ons niet te schamen. God is goed en rechtvaardig, daarom moeten jullie ook geloven dat iedereen die goed en rechtvaardig leeft, uit Hem geboren is. Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. We zitten midden in een serie over de brieven van Johannes. Vandaag is aflevering 2. En het onderwerp van deze aflevering is een vraag. En die vraag is: bij wie hoor je? We gaan er zo induiken met elkaar. Dit is aflevering 2 van de totaal 7 afleveringen met als thema: doe wat je gelooft. Het is ontzettend belangrijk om te doen wat je zegt, maar hoe belangrijker is het om te doen waar je in gelooft? Vandaag dus aflevering 2 over 1 Johannes hoofdstuk 2. Als we kijken in de beginversen, dan zien we hier drie principes, drie belangrijke lessen, die in het leven van een gelovige getest moeten worden als we leven en Jezus volgen. En in vers 3 daar staat een vraag. Hoe weet je zeker dat je echt bij hem hoort? Hoe weet je zeker dat je hoort bij Jezus? Nou, het eerste principe is het volgende. We horen bij hem als we hem gehoorzamen. Staat in vers 3 als je hem gehoorzaamt. Dat is het antwoord. Je kan niet zeggen ik ken Jezus, ik weet wie hij is, maar hem niet gehoorzamen. Niet doen wat hij zegt. We kunnen Jezus niet volgen als we ons eigen pad kiezen. Want dan volgen we hem niet, dan doen we gewoon wat we zelf willen. Wat zo belangrijk is aan het volgen van Jezus is dat we doen wat hij zegt dus je hoort pas echt bij hem als je hem gehoorzaamt. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen: Ik geloof in Jezus, maar ik bepaal zelf wel wat goed of wat fout is. Dus ik zei: Dat kan niet. Je kan niet zelf bepalen wat goed of fout is. Je kan niet zelf bepalen wat je wel doet of wat je niet doet. Je kan niet zelf zeggen. Ik volg dit gedeelte wel van de Bijbel en dit gedeelte niet. Als je gelooft in Jezus, als je bij hem hoort, dan moet je gehoorzamen wat hij zegt. En dat is alles. De gehele Bijbel, het gehele woord van God. Dat is het eerste principe. Het tweede principe is we blijven in hem als we in hem wandelen. En dit spreekt over iets wat meer ook is op de lange termijn. We kunnen natuurlijk dagelijks kiezen voor Jezus, dagelijks leven voor Hem, maar we blijven echt in Hem als we ook in Hem wandelen. Het staat in vers, uh, uh, vers 6 in de Herziende Statenvertaling, wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. Als volger van Jezus moet je blijven wandelen zoals Jezus zelf ook heeft gewandeld. En dan als derde principe, wat getest moet worden met hoe wij ons leven leven als volgers van Jezus, is we zijn in het licht als we van onze broeders of zusters houden. Als we kijken in vers 9, dan zien we daar, als je zegt dat je in het licht leeft, maar een hekel hebt aan je broeder of zuster, dan leef je nog steeds in het donker. Nou, dat is een best statement, maar het is wel de waarheid van het Woord van God. Je kan niet zeggen: Ik leef in het licht, ik wandel in het licht, ik volg Jezus, ik houd van Jezus, ik houd van Zijn Woord. Maar je houdt niet van je broeders of zusters. Je houdt niet van andere mensen die Jezus volgen, of die Hem kennen, of die Hem dienen. Dat kan niet tegenstrijdig zijn, maar het moet samengaan. Dus dat zijn drie belangrijke principes. Die wij ook voor onszelf moeten testen en moeten nagaan en navragen bij wie hoor ik. Als ik bij Jezus hoor, dan gehoorzaam ik Hem, ik wandel met Hem en ik houd van mijn broeders of zusters. Want echte gelovigen, die wandelen in het licht. En als je wandelt in het licht, dan is er geen ruimte voor duisternis. Nou onthoud goed, we hebben daar de vorige aflevering ook uh, over gehad met elkaar, is dat betekent niet dat je een perfect leven leidt, want dat kunnen we niet als mensen. Maar het betekent wel dat je een intentie hebt om bepaalde dingen te laten in je leven, om af te rekenen met zonde, om af te rekenen met ongehoorzaamheid en in alles wat je doet te focussen op Jezus en het navolgen van Hem. Nou, zoals je waarschijnlijk wel eens gemerkt hebt of meegemaakt hebt in je leven, is dat er sommige mensen soms afvallen in het geloof. Dat ze een tijdje naar de kerk zijn geweest of misschien zelfs wel opgegroeid zijn in het geloof. En jarenlang christen geweest zijn, Jezus gevolgd hebben, maar op een gegeven moment het geloof hebben losgelaten. Als we kijken in dit hoofdstuk, dan zegt het Woord van God dat die mensen die zijn afgevallen, en de mensen die de waarheid ooit gekend hebben, gesnapt hebben, gepakt hebben, uitgeleefd hebben dat die het toch niet echt zo diep hebben ervaren. Dat ze toch niet echt hebben geleefd in het licht. Laten we eens kijken naar vers 19. Daar staat. Die mensen hoorden vroeger bij ons. Dus de mensen die vroeger geloofden in Jezus, die hoorden bij ons. En dan staat er, maar niet echt. Want als ze echt bij ons hadden gehoord, dan zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar doordat ze niet bij ons bleven, werd duidelijk dat zij niet allemaal werkelijk bij ons hoorden. Met andere woorden. De mensen die Jezus nu niet meer volgen, maar dat wel op een punt gedaan hebben in hun leven, hebben toch niet echt dat werkelijke licht en liefde en leven ervaren. Nou, dat is een best statement, dat weet ik. Maar het woord van God zegt het. Ook al hebben ze ooit bij ons gehoord, het was eigenlijk niet echt. Want als dat echt zo was geweest, dan waren ze echt wel gebleven. Beste mensen, de liefde van Jezus die ik ervaar in mijn hart, die ik heb ervaren in mijn hart, is iets wat zo puur is en echt is, dat is nooit iets waar ik mij de rug van kan toekeren. De vervulling die Jezus geeft in mijn leven, de liefde, de, vre de vrede, de vreugde, de blijdschap, de voldoening, is iets wat ik nergens anders in kan vinden. En als jij dat ook zo ervaart, dan denk ik dat jij ook kan zeggen met mij dat, dit, dat het nooit iets is waar ik mij van af kan keren. En daarom als je wandelt in het licht, en als een volger van Jezus ben jij geroepen om te wandelen in het licht, blijf dat doen. Blijf wandelen in dat licht. En de mensen die zijn afgevallen. ja, die hebben nooit echt geleefd in dat licht. Nou, ik wil je aanmoedigen en bemoedigen. als je mensen kent in je omgeving. die zijn afgevallen in het geloof. om die zelf persoonlijk niet nog verder te laten afvallen. door hun te droppen, maar juist om met hun om te gaan. voor hen te bidden en met hen in gesprek te gaan. Over het licht en leven wat Jezus ons geeft. Dat is ontzettend belangrijk. De vraag van vandaag was: bij wie hoor je? En als je hoort bij Jezus, dan wandel je in het licht. En als je niet hoort bij Jezus, dan kan je dat automatisch ook niet doen en niet volhouden. Zo mooi in vers 20. Daar staat. Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid. En dan, even later staat er, daardoor kunnen jullie ook zien wat de leugen is. Als volger van Jezus ben je gezalfd door de Heilige Geest. En daarmee weet je van binnen wat de waarheid is, wat het juiste is om te doen, het juiste pad om te kiezen. En de Heilige Geest in jou, die beweegt jou ook om steeds te kiezen hetgeen wat Jezus van jou vraagt. Waarom? Omdat Hij jou leidt naar de waarheid. En ik bid ook in alle dingen dat God jou steeds meer zal leiden naar de waarheid die Hij heeft voor jou. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/slash bijbelstart.